te horen. Was je oma echt heel erg lief? Hier kwam ik altijd in dit bos. Doet me altijd heel erg denken aan mijn oma. Kan ik wel begrijpen, ja. Maar ik moet zo gaan. Het spijt me heel erg. Maar ik moet uitgerust zijn. En dit jaar versla ik ze ook. Dus ik moet heel veel gaan slapen. Ik moet morgen heel fit zijn. Hey, wil je morgen ook komen kijken? Nou, ik ben allergisch voor water, weet je nog? Ja, maar je kan toch binnen gaan zitten? Daar komt vast geen water. Nee, dat klopt. Ik zou er morgen zijn. Oké, doei. Oh, moet ik je dat tegen Noor vertellen? En tegen mijn ouders? Hoe moet ik nou vertellen dat zijn oma een meermin was? Hij weet het vast niet. Gelukkig. Hey. Oh, hallo lieverd. Hoe was het op school vandaag? Super. Na school ging ik met Daniel naar zijn opa's collectie van schelpen kijken en het was heel erg leuk. Maar het schijnt dus dat dit... Oké, laten we beginnen. Kennen jullie een zeemermin vroeger die Patty heette? Patty. Komt me wel bekend voor. Was er niet Patty met die staart met die rode streepjes met blauw en geel? Ja. We denken wel dat we een Patty kennen. Hoezo? Nou, dat is dus de oma. Dat is dus de oma van Daniel. Zij was een meermin. Hij weet er niks van. Hij weet niet eens het bestaan van meerminnen. Maar... Oh nee. Ik... En is hij zelf toevallig ook geen meermin? Is een van zijn ouders geen meermin? Nee, want hij zit op een zwemdinges. En daar heeft hij ook geen staart, dus ik neem aan dat hij geen is. En anders had hij het vast al wel verteld. Want ik doe ook heel gek om water heen. En dat doet hij niet. En ik heb zijn ouders nog niet ontmoet. Maar ik denk het niet. Nou, ik had het niet verwacht, maar... We moeten dit verder gaan uitzoeken. Heb je ook meer informatie over die oma? Nope. Alleen maar dat ze nooit wel gezien worden als ze zwom. En vaak verhaaltjes vertelde over de zee en over zeemerminnen. Ja, dan was ze wel een meermin. Hoe moet ik er nu mee aan? Als ik het weet, dan doe ik altijd heel raar bij Daniel of bij iemand anders. Ik kan geen geheimen. Gewoon... bij me houden. Ik bedoel, deze geheim is... Dit geheim is al genoeg voor mij. Vertel het gewoon aan Noor. Die weet toch al over ons. Ja. Ja, en die komt verder voor haar uitzoeken. Precies. Ja. Nou, het is tijd om te gaan eten. Oma heeft spaghetti voor ons. Klinkt lekker? Het is super lekker. Ik had het vroeger altijd. Ja, vroeger. In ieder geval, hup naar tafel.
wat moet ik morgen nou doen? Moet ik morgen gewoon naar de wedstrijd gaan? Ik ga gewoon morgen. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. En ik denk dat ik een paar stappen van het water af moet. Voordat ik, nou ja, voordat het bekend wordt gemaakt dat ik mee ben. Ja, de wedstrijd gaat toch zo beginnen. We hebben het niet geoefend, niet getraind. De Sharks maken ons zeker weten in. Ik hoop voor niet. Succes. Ik weet niet of we dit winnen. Ik denk het ook niet. We winnen dit, jongens. Wie moet eerste? Ik. En ik. Ben je klaar? Nee. Ben je klaar? Ja. Is voor de ABC's. Wat? Woehoe! Yay! Oh, gefeliciteerd! Woehoe! Yay! Goed gedaan, Max. Fijn. Nu moet ik. Yay! Woehoe! De volgende punt is voor de Sharks. Jammer. Het staat 1-1. Hup, Noor, hup! Het team OEC! Oh my gosh! Hup, Daniel. Je kunt het. En het volgende team. ABC. Hebben we gewonnen? We hebben gewonnen. Ja. Yay. Yay! Dit meen je niet. Kom. We gaan allemaal trakteren op ijs. Ik trakteer. Woe! Yay! Bubble!
gehad, hè? Ja. Pauw! Pauw? Ga maar een ijsje halen. Nee, doe maar. Ik zei toch dat het geen goed idee was om hierheen te gaan. Heeft iemand me gezien? Nee, niemand heeft je gezien. Ik heb Daniel zijn weg gestuurd. Fijn. Help me een handje. Ja. Waarom moet het altijd eindigen op een staart?